allemaal, welkom toe en naar een nieuwe video van als kraammachinist in Nederland. Vandaag ben ik bezig op een bouw in Bemmel. Ga ik zo meteen breedplaatvloeren leggen. Maar eerst ga ik nog eventjes een lijmkraantje eruit halen. En dan na die tijd ga ik dus de vloeren leggen. Het zijn breedplaatvloeren. Wat zijn breedplaatvloeren? Nou, breedplaatvloeren zijn vloeren. Er zit zo'n laagje van 5 cm beton. En dan heb je de rest nog van de bewapening wat eruit steekt. Nou, en die leg je dan dus op stempels en andere. Waardoor die dan later met alle leidingwerken en elektriciteitskabels wordt die gewoon afgestort. Eerst even het lijmkraantje uit. Het is echt een beetje precisiewerk dit. Het lijmkraantje eruit. En dan gaat die zo naast mij staan. Ik hoop dat de beelden zo een beetje goed worden, want even een nieuwe locatie voor een camera. Zo kun je zien terwijl ik draai wat ik aan het doen ben. En ik heb ook nog een camera boven op de cabine. Dus dan kun je straks hopelijk met een mooie timelapse een beetje zien wat er allemaal gedaan is. Lijmkraantjes er al uit. Even kijken of er wat meer gedaan moet worden. Zo te zien niet. Dan ga ik even die andere camera even aanzetten. Eerst nu even met betonstaal, betonijzer lossen. Want dat moet er als laatste weer op. Ze leggen het hier aan de zijkant neer. En ja, na de tijd te vloeren. Het is niet heel veel werk. Het zijn er 2, 4, 5, 11 plaatjes. Het valt echt reuze mee qua werk. Anderhalf uur, twee uurtjes werk en dan is het ook weer klaar. Dus, dit zijn van die hele gouden snelle klusjes. Een beetje dit, een beetje dat doen. Zijn we met z'n tweeën. Ja, en de chauffeur mee die denkt dat die niet gaat helpen. Extra voorzichtig zijn.
qua werk. Ja, je hebt toch mensen die rijden er langs. Er zijn toch wel van die dingen waar je soms als machinist een heel vooral echt verdomd op let. Ja, en het zijn en blijven bouwvakkers. Want je moet echt in feite als machinist zijn een heel gewoon je ogen en oren overal hebben. Een beetje natte dag gaat worden. Vanochtend het heel mooi weer gehad en nu is het echt droevig weer, Nederlands weer met dat het nat is. Maar ja, we doen het er maar mee. Oh, nou, dan gaat het eerste plaatje. Nou, met leggen van deze soort platen, dus de eerste is altijd het lastigste. Gewoon om het feit dat je moet het precies goed leggen, want elk ander plaat ligt er weer naast. En zo bouw je het op. En ja, de aftekeningen staan dus daar op de balk en op de muur. Dus we weten ongeveer waar die gaat komen. Maar dan nog is het best wel een dingetje. Zakken. En dan laat ik hun kijken van ligt die wel goed. Even alles nameten. Want wat er gebeurt als je hem dus een zware plaat, dan heb je dus massdeflectie. En als je hem neerlegt en je legt hem op vlug neer, dan moet je elke keer goed oppakken. En nu als je niet goed ligt, is het gewoon een klein stukje hijzen. En dan gaat hij weer omhoog. Zonder hem precies ook op de plek waar je hem neer hebt gelegd. Dit plaatje, dit wel gewoon 3,
ja, zo'n beetje 300 kilo, dus het weegt niks. Met die grote platen, dat als je dat 100.000 keer moet oppakken, dan word je echt nooit vrolijk. Dus ik leg hem altijd net dat hij ligt. Kunnen jongens even kijken. En als ze zeggen, oh, je laat hem helemaal zakken, dan laat ik hem gewoon met de lier zakken. Want soms dan heb ik wel eens, dan ligt hij goed en dan heb je hem helemaal laten uitzakken en dan ligt hij net nog niet perfect. En dan is hij weer, dan moet je hem weer helemaal oppakken. En dan keer we van de voren af aan beginnen en dat is dan minder leuk. Nou, als je jezelf afvraagt, gosh, hoe hijsen we nou zo'n plaat omhoog? Nou, er zijn verschillende factoren van hoe we die plaat zo hijsen. Normaal gesproken platen tot en met 6 meter pakken wij gewoon met een V-sprong. En dan pakken wij in feite direct aan een betonstaal pakken wij die platen op. Het is een grijs gebied qua hijsvoorzieningen. Want heel officieel is het niet gekeurd, zo'n plaat. Of betonstaal is gewoon niet gekeurd. Het is geen officiële veilig hijsvoorziening, maar op een andere manier kunnen we niet hijsen. Er zitten geen hijsogen in, of hijsankers, of weet ik veel wat. Dus het is altijd op die beton, of betonstaal. Maar wat je wel doet, is je pakt er wel op het sterkste punt. En dat is precies in de boog waar die gelast is. En zodoende, tot nu toe is het altijd goed gegaan. En als platen langer dan 6 meter zijn, dan is het heel verstandig om een 8-sprong te gaan pakken. Dat is in feite dus met 8 kettingen of in feite met 4 kettingen en dan 4 banden met 2 hijshaken per band. Waardoor je in feite een soort 8-sprong creëert. Zodoende kun je dus toch veilig grote platen hijsen, want zo'n plaat is niet, ja, is uit zichzelf wel sterk, maar het is niet mega sterk. Dan is het, deze platen zijn gewoon kleine platen, dus deze weegt zo'n beetje 1400 kilo. Voor deze kraan, ja, appeltje eitje is. Het is gewoon geen hele zware plaat. Nee, geen hele zware plaat. Even kijken wat die jongens willen, want een beetje nadeel van dat ze met z'n tweeën dan zijn.
gaat de ene kant komt als eerste naar de andere kant, de andere is een doorzak. Nou kijk, als je goed ligt weer voor hun. Ik heb nu wel iets meer uit laten zakken omdat die plaats scheef ging. Dus in plaats van 100, 200 kilo heb ik iets van 600 kilo laten zakken. Maar omdat die zo'n schuin komt die dan anders te liggen. Deze bot nog een keer oppakken. Hij ligt niet helemaal tevreden.
2,5 met hijsblokkers. 12 ton. Valt nog wel mee. Even knippen plakken. Nou ja, mooie plaat van 2,5 ton. En die komt die mooi ook dit, naast die andere plaat die ik net heb gelegd. Mooi tegenaan. Mooi dichtbij ook. Nou, ik blijf gewoon heel rustig gaan. Nou ligt de plaat ook weer. Mooi.